Waar is de graancirkel? Het is november. Er is hier geen graan en dus ook geen graancirkel. Maar waar zijn de aliens dan? Er zijn geen aliens in Groningen. Wat? En hoe lang werk je nou voor Alien Research Bureau? Mag ik ARP zeggen? 35 jaar, je mag geen ARP zeggen. En hoeveel aliens heb je al gezien? Buitenaardse levensvorm en geen enkele. Ze landen eigenlijk alleen maar in Amerika. Er gebeurt echt niks boven Groningen. Maar die graancirkel dan, er moet toch wel een alien zijn nu? Nee. Ik had vorige week nog iemand in de taxi. Nou, hij had hele gekke kleren en hij maakte rare geluiden. Ik denk echt dat dat een alien was. Als je een alien in de taxi had, dan had je het wel gemerkt. Ja, dan was dit er een. Nee. Hé, hey, doet die intergalactische tracktracer het wel? Ja, absoluut. Dus hij kan elk moment afgaan. Nee. Hey, zijn de piramides nou ook gemaakt door aliens? Nee. Alle echt gevaarlijke aliens zijn groen, toch? Nee. Maar dat op internet wat ik las. Nee. Ernst! Hij doet iets! Het lampje, het lampje! Aliens? Zo, een buitenaardse levensvorm. Maar zijn ze er? Nou, verrek. 12 uur, eerst pauze. Ja, het moet hier toch ergens zijn? Hier bij dat ding. Daar! Ja! Kijk al! Wow! Aliens! Kijk nou! Ik zoek niet, ik vind. Stom erin. Ja. En? Ja, volgens mij hebben we een locatie. We hebben een locatie! Daar is hij! Oh, oké. Okay. Hou hem tegen. Tijd om jou te verwelkomen. Draai om! Wat? Geen gekke dingen doen! Ja, dat is niet zo best, hè? Niet? Wat heb je gedaan, joh? Was dit niet de... Je hebt de training toch gevolgd? Ja, schriftelijk. Nou, prima. Immigratieprotocol.